een overwinning mee willen pakken hier op de slotdag. Remco Been in het zadel van Eurocool Zeppel van de familie van Maaswaal. En Remco Been is voortvarend vertrokken. Met het mes tussen de tanden gaat hij dit parcours aan over een hoogte van 1,35 meter. Kijken wij eens even naar de opgave die ze neergelegd hebben voor Remco Been. Sam Matthijssen aan de leiding. 57,78. Als hij dit tempo vol weet te houden, gaat hij daarbij in de buurt komen. Remco Been, die over geluk niet te klagen heeft op de lijn van 7 naar 8. Maar dat is hem vergeven. Als hij hier straks de lijn en de tijd op de klokken gaat zetten. Met nog 10 seconden over draait hij de laatste lijn in. En dan moet hij aan blijven sporen naar de Okser van Rabobank. En dat is een razendsnelle tijd, dames en heren. Zo rijden, zo wedstrijd. 56-88. De nummer 1, Remco Been en Eurocools Apple. Ja, het is toch vroeg en dan meteen al zo'n spectaculaire wedstrijd. Zelfs de juryleden zitten hier te genieten. We gaan door met Johannes Eeninger, Duitsland. Karamzin is het paard van Johannes Eeninger. Zoon van Cornet Obolensky.